beetje mijn story vertellen. Ik kom dus uit de topsport. Ik ben als kind begonnen met zwemmen. Merkte dat ik dat goed kon. Dat lange afstanden juist mijn ding was. Van het een komt het ander. Je gaat steeds een stukje verder zwemmen. En uiteindelijk ging ik marathon zwemmen. Ik heb het kanaal overgestoken van Engeland naar Frankrijk. En ben daarna het wereldbekercircuit ingedoken. En die heb ik 6 keer gewonnen. Ja, dankjewel. Ik heb tegelijkertijd een studie gedaan, logopedie. Tijdens het zwemmen eigenlijk. Dus ik heb tijdens mijn carrière als zwemster, heb ik gestudeerd. Want ik blijf zeggen, als je topsporter bent, dan kun je het beste gewoon studeren erbij. Want dan kun je je tijd zelf indelen. Als je maar goede discipline hebt. Ik ben gestopt met zwemmen en ben een praktijk begonnen, logopedie. Waarin ik al vrij snel eigenwijs vond dat ik niet helemaal dat kon doen wat ik wilde. Heb me verdiept in zintuiglijke verwerkingsproblematiek en uiteindelijk me gespecialiseerd in luisteren, dus de oren. Ik werk met een methode, traumatisch luistertherapie, en daarmee help ik kinderen die echt probleem hebben met het maken van contact, die niet kunnen communiceren of helemaal niet praten. Dus ik heb daar mijn specialisme in gemaakt. Daar werk ik al nu 15 jaar mee en het is verschrikkelijk leuk en ontzettend mooi om te zien wat een verschil je kunt maken in het leven van zo'n kind. Maar niet alleen van zo'n kind, maar ook van het hele gezin. Goed, mijn persoonlijke ontwikkeling ging dus eigenlijk ook door. Ik zag mijn zwemcarrière altijd als een voorbije periode in mijn leven. Totdat ik dat boek ging schrijven. Omdat ik vertelde wel eens verhalen over wat ik allemaal had meegemaakt. En hoe het is om zo'n marathon te zwemmen. Dat vragen heel veel mensen naar. Toen dacht ik, weet je wat, ik schrijf er een boek over. In dat proces van het boek schrijven vond ik weer een deel van mezelf terug. Zo van, maar dat ben ik eigenlijk. Ik ben eigenlijk die topsporter die ik een beetje weggeduwd heb. Al in dat hele proces dacht ik van, wacht eens even, alles komt nu tezamen. Ik kan die methode die ik nu gebruik, die luistertherapie, ook gebruiken voor topsporters die mentaal in een dip zitten. Of misschien niet in een dip, die gewoon ergens een blokkade hebben, waardoor ze net niet die top kunnen halen die ze graag willen. En dan heb ik het wel echt over toptalenten en topsporters die echt voor goud willen gaan. Vandaar dat ik nu deze twee leuke dingen aan het combineren ben. En daar scoop ik over. Als je daar meer over wil weten, kun je ook op catch.me kijken. Daar staan nog een aantal filmpjes op. Dat is een beetje mijn verhaal.